Ik ben Ariashay Kosaini. Ik vecht voor Mike's Gym Heavyweight. Ik kom uit Amsterdam, maar origineel kom uit Persia, Iran. Ik ben daar geboren, maar ik ben in Amsterdam opgegroeid en ik train elke dag in Mike's Gym. Meer dan 15 jaar geleden ben ik het vanaf Iran naar Nederland gekomen. Ik heb het vanaf toen heel klein was. Vanaf 5, 6 jaar heb ik begonnen met worstelen, judo. Vanaf mijn 18e begon ik officieel met MMA trainen en wedstrijden. Ik vecht tegen Tomas Narmo. Zijn roepnaam is Viking. Ja, hij is wel sterk en grote tegenstander, maar ik ben klaar om te winnen. Hij vecht eigenlijk richting boksenstijlen en daarna gaat worstelen op de grond. MMA altijd spannend, genoot altijd als die wedstrijden kijkt. Daardoor ging ik gewoon alle vechtsporten leren, ook boksen, ook kickboksen, worstelen, judo. Dat ik het wilde heel graag die wedstrijden doen. Vechten is mijn leven. Ik hou van sporten. Ik train elke dag 2 keer. Ik ben opgegroeid altijd in sportscholen. Ik kan niet zonder sport kunnen. Ik moet elke dag in de sportschool. Ja, meestal doe ik in de ochtend of trainingen, gewoon buiten hardlopen of binnen fitnessen, crossfitten. En in de avond altijd vechtsporten of MMA of kickboksen of grappling training. 1 dag rust, gewoon zwemmen of sauna pakken. MMA is een beetje een complete sport. Altijd wie sterker is, meer getraind, conditie en alles, dan gaat het meestal winnen. Dan kan je gewoon alles geven. Hij is met alles niet helemaal top. Ik moet gewoon in de kooi met hem staan en dan probeer ik het gewoon kijken waar ik beter ben, waar kan ik hem afmaken. Ik ben ook MMA compleet. Ik vecht overal, ook staan, ook grond, ook worstelen. Maakt niet uit. Ik denk dat wij allebei 100 personen voor deze wedstrijd gaan. Allebei zijn slimme vechters, parende vechters. Dus ik ga proberen eerste ronde of tweede ronde afmaken. Als het niet gelukt is, geen probleem. We gaan gewoon voor derde ronde. Alles geven, mijn best doen om te winnen. Als ik met KO win, beter. Anders met punten. Ik vecht altijd relaxen. Ik ga gewoon kijken wanneer moet ik mijn kracht gebruiken. Dan gebruik ik mijn kracht. Anders blijf ik het gewoon kijken wanneer moet ga ik het full gas. Ik heb mijn hele leven wedstrijden gaan, verschillende vechtsporten of zo. Maar iedereen heeft een beetje zenuw, maar niet te veel. Maar ik ga gebruiken dit in een goede manier. Dan beter vechten en slimmer vechten. Ik kan het makkelijk zeggen in het kickbox wereld. Wij zijn heel bekend, ook met MMA of zo. Ze kennen onze team, Mike's Gym is een grote naam. Hier iedereen helpt elkaar. Wie meer ervaring heeft, alles gewoon doorgeven aan die anderen, kunnen die ervaringen gebruiken. En nu probeer ik ook mijn best te doen, of met overwinnen. Ik wil het graag grotere vechter worden en ook betere namen maken. En als het kan naar Bellator of UFC. Bereiken. Ik ga mijn best doen, ik denk het wel, waarom niet? Daardoor gaan we hard trainen, daar bereiken. Ja, ik hoop dat hij in zijn beste niveau is en dan we gaan gewoon een goede wedstrijd doen. We laten gewoon iedereen een mooie wedstrijd zien, goede show. 2 grote jongens moeten echt knallen. Ik hoop dat hij ook 100 personen komen, dan gaan we 100 personen en ik wil hem gewoon afmaken. I am LFL fighter Arya Sheikh. Watch my fight live on LFL 9, July 9, only on Fight Play.